Ja, het gaat altijd over Tieten. Ook dat programma van die Verossem zelf. Dat is nou eens totaal onzin. Ja, dat is ook zoiets komisch. Dat zijn altijd jijbakken. Is je dat wel eens opgevallen? Je bent zelf stom. Hè? Weet je nog, op het schoolplein? Ja. Hè? Je bent zelf stom. Je moeder is stom. Het Verossem, kunt u mij horen? Nou, veel op het programma vandaag in deze aflevering. We gaan het hebben over Zelensky, die in Europa was, in Brussel zelfs. Wat betekent zijn bezoek nou voor het vervolg van die oorlog in Oekraïne? Dat gaan we straks bespreken. We moeten het eventjes hebben over Vandaag Inside en René van der Gijp. De voortslepende ruzie, kun je zeggen, Maarten, tussen jou en hem. En je hebt nu ook de kijkers van VI beledigd en weggezet als domoren. En er zijn ook heel veel kijkers van dat programma die naar deze podcast luisteren. Die waren daar toch niet zo happy mee. Dus daar moeten we het even over hebben. En ik denk dat we starten met de aardbevingen. Denk je dat Erdogan dat hij het moeilijk krijgt bij de verkiezingen door de aardbevingen? Als hij zo doorgaat wel, ja. Dat is wel duidelijk. Want Erdogan zelf is aan de macht gekomen, begreep ik uit een krantenartikel. Omdat je die enorme beving hebt gehad in Izmit. Hè, dat is die stad die daar ietsje ten oosten van Istanbul ligt. Waarbij de hulpverlening zeer ernstig tekortschoot in allerlei opzichten. Nou, daarmee is de toenzittende establishment is weggevaagd door de AK-partij. Dat is de partij van Erdogan. Nu blijkt in feite dat het nog steeds niet op orde is. Al denk ik bij mezelf, het is nog dat wij in Nederland geen aardbevingen hebben, maar dit is natuurlijk van een omvang en een ernst die hoe kun je een stand-by apparaat hebben wat onmiddellijk op deze schaal kan opereren. Ik begreep ook dat met name de dorpen in het achterland, dat er überhaupt nog niemand geweest was om eens te gaan kijken wat daar eigenlijk aan de hand was. En ja, wat je natuurlijk ziet is dat er ontzettend veel lamlendig gebouwd is. Ja, al die flats die natuurlijk zo, je ziet al die vloeren eigenlijk bovenop elkaar liggen met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Ja. En natuurlijk was een hoogst ongelukkig moment, midden in de nacht, dus iedereen was thuis. Ja, dus wat waren er nu, ik geloof 23.000 doden, nou dat zie ik nog wel verder oplopen. Vooral omdat natuurlijk het aardbevingsgebied zo gigantisch groot is en ik denk een rapportage uit Syrië niet bijster betrouwbaar is, dus ja, dat is natuurlijk. Maar goed, als je dan vervolgens een artikel leest over die aardplaten die daar botsen en die arme Anatolische plaat die daartussen zit en onder druk gezet wordt en hoeveel van die breuklijnen daar wel niet lopen, dan denk je bij jezelf misschien zou het handiger zijn om in een ander land te gaan wonen dan Turkije. Dat is niet de laatste keer. Of je moet net gebeurt. Precies in het midden zo'n beetje van Anatolië, dat zou nog maar. Vooral ook langs de hele noordkust loopt dus een enorm breukgebied. Dit is een enorm breukgebied wat zo schuin omhoog loopt, zal ik maar zeggen. En aan de zuidkust lopen ook allerlei breuklijnen. Dus het is echt. En die Anatolische plaat is dus een betrekkelijk kleine tektonische plaat die onder druk wordt gezet dus door die reusachtige plaat van Eurazië, zal ik maar even zeggen. En dan de plaat van het Arabisch Schiereiland, dat is ook een betrekkelijk kleine, maar die beweegt zich in noordoostelijke richting, kan ook in noordwestelijke richting, maar in ieder geval naar boven toe. En je weet, Afrika draait, dat is een enorme plaat, Afrika draait langzaam in een draaiende beweging in noordoostelijke richting. Over 50 miljoen jaar is de Middellandse Zee verdwenen. Ja, wij zullen daar niet getuigen van zijn, maar dat kun je. Volgens mij zijn dat redelijk betrouwbare voorspellingen. Al weet je natuurlijk nooit precies hoe het lokaal gaat uitpakken. Maar Turkije is wel een tektonisch noodgebied, zo zou je het wel kunnen noemen. Maar ja, van vroeger zijn natuurlijk. Als je modderhuizen bouwt van 1 verdieping, dan is de schade natuurlijk niet zo verschrikkelijk groot. Want je kunt natuurlijk geweldig lachen om die Turken die allemaal verkeerde flats gebouwd hebben. Je weet dat de Japanners hebben uitgelegd en voorgedaan hoe je heel behoorlijk aardbevingsbestendig kunt bouwen, maar dat is wel duur. Ja, want je moet die flat moet op een soort van schokbreker staan en zo. En nogmaals, we lachen helemaal niet. Het is een treurige vertoning natuurlijk dat die Turken er een potje van hebben gemaakt. Maar weet je nog dat die flat in Florida is ingezakt? Hè? Bij dat zwembad waar die scheur in zat. Maar ze dachten, wow, dat sloopt ze vaart niet, scheur in het zwembad. Maar goed, dat liep ook door. Toen zijn al die flats langs die kust, die zijn gecheckt. Die waren allemaal zo in de orde van een kwart eeuw of meer oud. Nou, ik weet niet hoe dat er nu mee staat, maar ik herinner mij het stuk uit de New York Times, dat de gebreken van die flats, die waren omvangrijk. Ook daar was niet serieus gebouwd op aard. Dat ging trouwens niet om aardbevingen, in dit geval was het gewoon heel slechte fundering. Een beetje goedkoop, vlug, appartementjes verkopen, enzovoort. Heeft Erdogan zich eigenlijk laten zien al? Ja, dat wel. Hij is daarna het gebied opgegaan. Alles was in orde. En met name hij zei, alles was in orde. Tenminste, dat stond eronder dan. Ik spreek geen Turks. En dan zag je daarachter een gigantische chaos, werkelijk. Dat je denkt, dat beter op een iets ander punt had hij kunnen zeggen, alles is in orde. Doet een beetje denken aan die perswoordvoerder in Irak. Hij was daar verschenen. Dat las ik ook weer. Met een enorme stoet van SUV's, zoals dat tegenwoordig onder leidende politici te doen gebruikelijk is. Waarmee de weg urenlang geblokkeerd was. En daar was op de sociale media natuurlijk weer veel kritiek op. Nou moet ik zeggen, ik ben ook ooit met geweld tegen de huizerij geknuppeld, omdat Obama voorbij kwam in zijn SUV's. Dus ik heb daar, kennelijk is dat gewoon de normaalste zaak van de wereld. En had ook geld beloofd, hè? Volgens mij 10.000 of 15.000 lira. Ja, dat heeft de allemaal. Maar daar zaten mensen niet op te wachten. Is dat natuurlijk volkomen betekenisloos. En dat was een heel laag bedrag. Voordat je deze, want je die luchtfoto's gezien. Mm-hmm. Het is verschrikkelijk natuurlijk. Ja. Dus ja, en dat moet dan allemaal herbouwd worden. In principe moet je het dan gaan herbouwen. Dat gaat dus een enorme kosten met zich meebrengen. Wat overigens, ja, wat ik helemaal niet wist, het was allemaal bar grote steden. Hè. Die ene stad met die met een A begint en verder onuitsprekelijk is. 1,3 miljoen inwoners. En ook een relatief welvarende steden, want je ziet overal auto's staan en relatief goed uitziende gebouwen. Het is niet dat je de indruk hebt van dit is de derde wereld, absoluut niet. Maar je krijgt nu een soort van massagraven, hè, waar die mensen ook begraven worden. Zag dat ze daarmee bezig waren. Ja. 23.000 doden. Nou, volgens mij zou me niet verbazen als ze de 30.000 gaan halen. Hmm. En los van het menselijk leed, als je het politiek maakt, denk je dat dit Erdogan de kop kost? Dat zou kunnen, maar dan, ik begreep dat als die de hele zaak nu vlot op orde heeft, dan zou die er zelfs van kunnen profiteren. Maar lukt dat niet, blijft dat natuurlijk toch problematisch daar in die streek. Ja, dan gaven ze hem weinig kansen om... Je weet dat ik het... Als dit nou de reden is waarom Erdogan opdondert, dan zou ik zeggen... Is dat heel treurig, maar ja, sowieso moet Turkije een keer van Erdogan af. Erdogan is natuurlijk al lang een hinderpaal geworden, een sta in de weg. Hè? Ja, alle Turken kunnen nu, Turkse luisteraars kunnen nu alles uitzetten tot ik over Erdogan uitgesproken ben. Als u het een held vindt, sorry, ik niet. En Europa zullen dus ook wel blij zijn als die denk ophoepelt. Ja, dat denk ik ook wel. En ik denk ook dat de NATO blij is als die op... Eigenlijk kun je kort zeggen dat afgezien van ongeveer de helft van de Turkse bevolking... iedereen dolblij zal zijn als die ophoepelt. Maar ja, het hele probleem van het type Erdogan, politicus type Erdogan... is dat ze niet ophoepelen. He? Ja, ik wil nou niet... Sorry dat ik de naam Rutte weer in de mond moet nemen... Een hele sympathieke, aardige man, maar na 10 jaar was het wel genoeg. Maar u mag erop... Oh, jij heeft hem al uitgezet, sorry. Denk je dat die verkiezingen wel eerlijk verlopen in Turkije? Nou, er was al sprake van dat ze uitgesteld zouden worden. Daar hebben ze geroepen inderdaad, ja. Dus laten we even afwachten hoe dat gaat. Ik heb geen idee of je daar controleteams hebt, dat weet ik niet. Hey, de winnaar van de slimste, wie is dat eigenlijk geworden? De dichter. De dichter? Ja. De dichter met die baard en die snor en zo. Ja. Ik ben een hele fijne winnaar, want nou vraag je natuurlijk hoe heet hij ook weer. Dan ben ik nou vergeten. Dat hoor ik te weten, maar ja, het is alweer tijd geleden dat het opgenomen is. En ik wist natuurlijk dat wie het ging winnen. Dus ik dacht, anders verraad ik het. Vorig jaar heb ik het stom verraden. Bij Eus. Ja, want dit was weer natuurlijk een finale met een vrouw en een man. Dus zodra je zegt, god, het is zo'n leuke winnaar, ja, dan is het dan niet de winnares, want... Hè? Dus ik heb zoveel mogelijk mijn mond gehouden. Ik vond hem prima winnaar. Ik moet zeggen dat ik nummer 2 ook een hele goede speler vond. Wie was dat? Dat was Aniek Vijver, die actrice. Oh ja. Prima speler was dat. De derde in de finale was Matthias. Dus die reptiele jongen, hè? Ja, precies. De man met de spinnen, zal ik maar even zeggen. Die maakte een hele zwakke start. En die is ook meerdere malen, zeg maar, aan de dood ontsnapt in het spel. Maar tenslotte scoorde die goed. En hoe vond je het seizoen? Nou ja, je weet dat er een omvangrijke nationale discussie gevoerd is over deze materie. Waar we dan niet ons mee bezighouden in Nederland. Het zou een uniek jaar zijn door de onbeschrijfelijke domheid der kandidaten. Die de meest voor de hand liggende dingen niet wisten. Waar moet het heen met Nederland als dit soort van prularia in onze serieuze quizzen zit en nou, enzovoort. Naar mijn idee, ik had al meerdere malen gezegd dat naar mijn idee helemaal niet zo was. Voor zover mijn herinnering strekt is dat hele, die riedel over wat ze toch ongelooflijk stom zijn. Dat is al jaren zo. En nu had iemand het uitgerekend. Er waren twee instanties die rekenwerk gedaan hadden. En nou dacht ik dat... Maar iemand, wat vooral ook Angela de Jong had zich stevig uitgelaten over het ongelooflijke minkukeldom wat daar tegenwoordig zit. Maar toen bleek eigenlijk dat met wat berekeningen bleek het in het jaar dat Angela het won, dat er nog minder punten werden gescoord dan dit jaar. En dat was het niet die... Jinek heeft tegenwoordig zo'n professor in dienst. En die had ook een berekeningetje gemaakt waar... Roelof Hemmer bedoel jij? Oh, hoe heet die zo? Die man die achter die desk met die laptop staat. Ja, precies, ja. Ja, dat is Roelof Hemmer. Dat is de oud-nieuwslezer van RTL. Oh, ja. Professor, ja. Wist ik veel. Ja. Ja, ik zag het in een flits. Want ja, je weet, intellectuelen kijken alleen toevallig naar de tv. En die had ook een berekeningetje gemaakt. En daar bleek ook uit dat het nergens op sloeg. En dat was ook mijn opvatting, dat het volkomen nergens op sloeg. Hmm. Dat is een soort. Heb ik niet al het voorbeeld gegeven van een leraar op school? Ja. Een klas die zo stom is. Nou, als jullie zo doorgaan, dan zijn er misschien 2 die voor het eindexamen slaan. Maar voor de rest, die kan. Maar dit werk, hè. En wat had je net? Wat was er nog meer voor discussie? Eigenlijk niet zo, toch? Viel wel mee, had ik het idee. Ja, dus naar mijn idee was het een heel normaal seizoen van de slimste mens. Vind je het jammer dat het nu voorbij is? Ja, maar voor mij was het al voorbij in half november. Dus dat is al... Hoe lang is dat al niet geleden? Je bent iedere dag een keer op tv en er worden wat uitspraken uitgehaald. Dus dat levert weer wat reuring op en wat aandacht. Nee, daar maakt me nou echt helemaal niks uit. Sterker nog, ik vind juist de slimste mensen een ontzettend fijn programma. Omdat het heeft een begin. En dat je, fijn, slimste mens begint weer. Lekker uitje. Hè, 2 keer in de week rij je lekker naar Hilversum. Om onderweg reeds om 11:30 's ochtends gepasseerd te worden door mensen die 200 rijden. Ja, ook om de ergernis een beetje op te wekken, zal ik maar zeggen. En dan ben je ook altijd weer enorm blij als het afgelopen is. Volgens mij heeft Filip dat ook. Het is, stel voor dat het hele jaar door was. Dan zou ik ermee stoppen. En dat zou ik veel te belastend vinden. Maar dit is ideaal, dat je dus 2 van die periodes. Nou, zijn er 3 per dag. Het zijn dus 2 keer 10 opnamedagen. Als ze niet weer een of andere extra slimste mens verzinnen. Dus nee, ik vind het een fantastische... Sterker nog, ik denk dat ook het succes met die kijkcijfers te maken heeft met het feit dat het ophoudt. En dan kunnen mensen weer een beetje denken van, wanneer zou de slimste mens beginnen? Vragen ze vaak op straat. Alsof dat niet al lang en breed vast ligt, maar goed. En dat ze dan daardoor weer aan een nieuw seizoen kunnen beginnen. Dat met nieuwe energie, als het ware. Nieuwe kijkenergie. Ja. En vind je niet dat je wat meer aan het woord moet zijn in de slimste? Dat vind ik natuurlijk wel. Ik heb al meerdere malen voorgesteld dat we gewoon ophouden met die flauwekul van die vragen. Slaat nergens op. Hè? En dat Filip en ik er dan een enorm leuke praatshow, talkshow voor bejaarden van maken. Ja, want soms zit je er helemaal niet in. Dan hebben ze één fragmentje van je. Ja, je weet hoe dat komt. Ja. Lange finales, 40 minuten. Moet jij niet met een quotum gaan werken? Dat je net als bij de talkshow zegt, ik wil sowieso 12 minuten hebben. Nee, omdat dit is mij altijd, dit wist ik, heb ik altijd geweten. Bovendien hebben ze me niks beloofd ten aanzien van de tijd die ik zou krijgen om allerlei verstandige dingen te zeggen. Terwijl mijn probleem met de talkshows was, recent, dat er allerlei geweldige beloftes waren gedaan die niet waargemaakt werden. Dat is natuurlijk heel wat anders. Nee, ik heb altijd geweten hoe de slimste mensen in elkaar zat. Vanaf het eerste seizoen was dat zo. Ja. Ik mag zeggen wat ik wil, op de manier die ik wens. Want dat was uit de start eigenlijk van alles. Want ik had wel gekeken naar die Belgische versie op een dvd'tje. Maar daar voelde ik echt helemaal niets voor. Dus ik ben daar op zichzelf heel tevreden mee. Er waren ook nog wat mensen die zeiden van wij vinden de podcast van Maarten leuk, maar wij vinden VI ook leuk. Ja, dat is een wonderbaarlijk feit natuurlijk. Ja, kennelijk hebben ze dus enerzijds wel een goede smaak en anderzijds niet zo'n beste smaak of een luie smaak of wat je ervan denkt. Mensen zeggen, er is niets mis met platte pret. Er was niets mis met platte pret. Daar ben ik het jammer genoeg niet mee eens. Ik vind platte pret nogal vervelend. Het ligt tegen dat zingen aan, platte pret, gezelligheid, joegé, in de Polonaise met z'n allen, hè. Met, hoe heet het, Gijp voorop liefst, ook zo'n sympathieke jongen. Luchtig het wereldnieuws besproken, nee. Hallo, zeg, je kunt je tijd echt beter gebruiken. Nogmaals, het hoeft niet verboden te worden. Er moet ook een programma zijn voor, laten we zeggen, mensen met wat minder concentratievermogen. Liefhebbers van platte pret. Je weet, je hebt mensen die vinden het heerlijk om urenlang naar schuine moppen te luisteren. Ik niet. Spijt me, ik niet. Ja. Maar mensen voelden zich aangesproken omdat je ze als domoor een beetje wegzette. Precies, ja, en dat ze toch VI leuk vinden. Ja, je begrijpt dat ik dat natuurlijk wel weer lollig vond. Dat ze juist daardoor zich aangesproken voelden. Want dan platte pret is nog te verdedigen. Maar als het dan ook nog, als je erbij zegt dat ze ook niet al te snurren zijn, dan zijn ze enorm gepikeerd. Want dat was wel duidelijk natuurlijk. Want ik had de indruk dat zelfs de bejaarde pubers die deze show maken, dat die ook nog liggen gepikeerd waren over mijn observaties ter zake. Ik wil overigens wel een objectief wetenschappelijk verantwoord onderzoek laten houden. Zodat we een beetje kunnen vaststellen of ik daadwerkelijk gelijk heb. Dan moeten we natuurlijk een steekproef maken van VI-luisteraars. Een beetje een flink aantal, zodat dat verantwoord is. En je weet hoe de intelligentie verdeeld is. Jammer genoeg zijn niet alle Nederlanders even intelligent. De intelligentieverdeling is een zogenaamde gauwskromme. Dat loopt op en dan heb je het gemiddelde, dat is de top, dat is 100. En dan loopt het weer naar beneden, naar rechts en dan wordt daar naar rechts. Dat wordt steeds minder en minder. En dat wordt dan tenslotte mensen met een IQ van 140 of weet ik hoeveel. En aan de linkerkant idem dito, maar dan veel lager. En nu is mijn proefje dan zo dat die steekproef, daar gaan we het IQ meten. En dan is mijn bewering dat een vrij ruime meerderheid van de gemetenen, die zal in de linkerkant van de gauwskromme vallen. Dat wil zeggen, mensen met een IQ lager dan 100. Daar is overigens niks mis mee. Het zijn hele aardige mensen. Daar gaat het niet om. Maar als men dan toch een wetenschappelijk onderzoekje wil doen, omdat ze zeggen, wat een hooghartige vlerk. Hè. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik had ook liever gezien, dames en heren, dat de intelligentie keurig gelijkmatig verdeeld was over de bevolking. Maar dat is helemaal niet zo. Ik moet je zeggen dat ik heb het al een miljoen keer verteld volgens mij. Ik zat ook een of andere tirade te houden over de kiezers die van niks wisten. En dat soort van dingen wat ik graag zeg allemaal. Of zoiets als bij de slimste, of over dat VI. En toen, daar was Marleen Bart toen, ter tijd nog de fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer. En zei, ja, meneer Van Rossem, dat zegt u allemaal wel, maar hij realiseert u zich wel dat er in Nederland 2 miljoen mensen zijn met een IQ onder de 80. Denk aan de belcurve weer. Dus ja, ook voor die mensen, nou denk ik dat niet alle kijkers naar VI onder de 80 zitten, moet ik zeggen. Hoewel het idee mij onmiddellijk ook alweer vrolijk stemt natuurlijk. Ja, het is verschrikkelijk gewoon. Wat een hooghartigheid. Oh jeetje, oh jeetje. Zouden we nog een luisteraar overhouden op deze basis? Alleen de Einsteins van Nederland, helemaal rechts van de belcurve, die krijgen wij, die houden we over als luisteraars. Ja. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat uit zou pakken, dat wetenschappelijke onderzoekje van mij. Nou, het is jammer, maar... Nou, wat ik ook vaak las is even ontsnappen aan de realiteit. Alle serieuze programma's, dat vinden intelligente mensen schijnbaar ook even lekker af en toe. Ja, kennelijk. Even het verstand op nul. Ik weet niet hoe je verstand op nul zet. Kennelijk hebben die mensen zo'n dingen gebouwde meters. Ik heb nooit ook maar de geringste behoefte om mijn verstand op nul te zetten. Daar komen natuurlijk de grootste ongelukken van als je je verstand op nul zet. Nee, maar dat je eventjes bijvoorbeeld de dagelijkse sleur kunt vergeten. Dat je even naar zo'n dagelijkse sleur. Ik ben gek op sleur. Ik ben gek op routine. Ik vind het heerlijk als elke dag zo'n beetje hetzelfde verloopt. Je weet dat je hoeft maar 10 minuten te laten komen en dan begin ik al onrustig te worden. En denk, oh, hij is het vergeten, wat is dat nou? Weg daarmee. Ja. Dus nee, ik begrijp daar niets van. Ik geef toe, ooit, ik heb het ook wel eens verteld trouwens, zei mijn vader tegen mij, ik weet niet, ik was toen denk ik een jaar of 14, 15, zo'n beetje het moment dat jongens onder elkaar schuine moppen gaan vertellen, die ze dan ontzettend leuk vinden, echt, zo'n rollen over de grond van het lachen. Ik niet overigens, meestal begreep ik ze namelijk niet. Maar mijn vader zei, mannen die schuine moppen vertellen, deugen niet. Ik heb me daar altijd aan gehouden. Dus, ik heb nooit een schuin om op verteld. Dus jij vindt René van der Gijp niet deugen? Nou, niet deugen. Ik heb eigenlijk bij Van der Gijp... Kijk, die show die wordt vrij handig gemaakt, dat begrijp je. Die show kun je goed vergelijken met wat ik altijd zei over de Telegraaf. Daar staan allerlei enorm stomzinnige dingen in. En vooral de eerste, de voorpagina, dat is van een diepe treurigheid door de jaren heen gemeten, zal ik maar zeggen. Maar dat is heel goed gekalibreerd naar het soort van lezers wat ze hebben. Want ze hebben natuurlijk voortdurend, testen ze even, slaat het nog aan bij onze lezers. Nou, wat zijn de lezers van de Telegraaf? Dat zijn boze forensen die nog in de trein nog half slapen. Dat is een beetje de markt waarop de krant van verstand, nee, krant van wakker Nederland. Ik denk ook dat VI, dat met een... Dat ze daar goed over nadenken. En wat is VI? VI is mannen onder elkaar. Lekker bonhomie, een schuine mop, een beetje een stomzinnige opmerking. Het gaat altijd over tieten. Het is net precies waar ik niets mee heb. Ik heb nooit iets gehad met mannen onder elkaar. Ik heb geen idee hoe vrouwen onder elkaar zijn, want daar ben je nooit bij als man natuurlijk. Maar mannen onder elkaar zijn gewoon strontvervelend. Ik heb er geen andere woorden voor. Opsnijden, over hard rijden. En, nou, het is... nogmaals, ik heb er niks mee. Ik heb geen... Het is de gezelligheid. Het zijn de opmerkingen van de kleedkamer. Locker room humor heet dat in het Engels. Amerikaanse. Locker room is volgens mij een Amerikaanse term. Niets. Ik heb geen enkele behoefte om mijn intelligentie op 0 te zetten, 0,0. Sterker nog, het is veel lolliger om je intelligentie te laten werken dan je intelligentie op 0 te zetten. En dan moet ik dan meelachen met de lachbrigade? Nee toch zeg. Nee, ik denk dat het programma heel handig gemaakt wordt. En mijn indruk is, je weet, ik heb er 2 keer bij gezeten. De eerste keer viel best mee. En die tweede keer dacht ik, dit programma wordt keurig gemaakt. Wat zijn het? De hoofdmoot zijn jongens tussen de 18 en de 25. Ik had ook de indruk die hun sixpackje al achter de rug hebben, zal ik maar zeggen. Het waren ook allemaal jongens die dachten dat Gijp de Heer Jezus was. Een hele wonderlijke incarnatie van de Heer, maar goed. Ja, het is een soort godheid. Dat is het. Ik heb er niets mee. Dus ik vond zelf mijn beschrijving, wat zei ik ook weer... Het is platte pret voor mensen met beperkte intelligentie. Het lijkt mij dat dat eigenlijk helemaal niet beledigend is. Het is een hele objectieve beschrijving van de werkelijkheid. Ik had de indruk dat Gijp dat wel vond. Is het platte pret? Ja, het is platte pret. Ja. Is het voor de, nou laten we zeggen, niet de hoe zal ik dat zeggen, de fine fleur van de Nederlandse intelligentie? Ja, dat is het. Maar ik heb het idee dat het met jou en Gijp niet meer goed komt. Ja, dat kan ik mij wel iets bij voorstellen. Aangezien de allereerste en enige keer dat ik met hem daar aan die tafel heb gezeten, vond ik een eerste klas hufter. Ja, een man die zich niet wist te gedragen. Dat toch iemand is met humor? Ja, het is maar net wat je humor vindt natuurlijk. Mijn indruk was dat daar aan die tafel, ik weet niet of het alleen Gijp was of die andere ook, toch een sfeer hing van, zo, die Verossem, die gaan we eens even lekker afknijpen. Nou, zeggen had het van tevoren gemeld en had ik kunnen zeggen, dat kom ik niet. Maar ik had ook het idee dat hij wel boos was omdat jij die supporters allemaal belachelijk had gemaakt. Door te zeggen, het zijn allemaal domme horen. Ik zei, nee, het gaat niet om die supporters. Nou, ik vond die... Ja, of die in het publiek zaten daar in die tent. Dat ja, die maakte op mij niet de indruk dat ze het buskruid hadden uitgevonden, laat ik dat zeggen. Nee. Misschien waren er meerdere buskruiduitvinders, maar hier in deze ongelukkige groep, nietwaar, in deze Polonaise groep, om het maar even zo te noemen, nee, daar had ik geen hoge dunk van. Nee. Het programma doet het qua talkshows wel volgens mij het beste van ze allemaal, hè? Ja, dus... dat klopt natuurlijk. Ga maar even nou, als die intelligente mensen die even hun intelligentie uit willen zetten ook kijken. En je hebt die hele groep links van de belcurve die ook dan hartstikke leuk. Fijne humor ook. En, ja, dat je er eens even helemaal uit bent. Ja, dat is heerlijk gewoon weg. Niet voor mij. Want dat is het gekke natuurlijk. Waarom is het hooghartig als ik het een voor mij in ieder geval totaal oninteressant programma vind? Ik kan je verzekeren, er zijn voor mij tal van totaal oninteressant. Sterker nog, de overgrote meerderheid van televisieprogramma's is totaal oninteressant. Ik zie de twitteraars al. Ook dat programma van die Verossem zelf. Dat is nou eens totaal oninteressant. Dat is ook zoiets komisch. Dat zijn altijd jijbakken. Is je dat wel eens opgevallen? Je bent zelf stom. Hè? Weet je nog op het schoolplein? Ja. Hè? Je bent zelf stom. Je moeder is stom. Dit is toch... En dan die suffe mediapers die daar dan ook weer een heel drama van maakt. Het is echt allemaal... Ja, sorry, het is eigenlijk Het is niet eens tragicomisch, het is komisch, echt waar. De mediawereld is in allerlei opzichten echt ongelooflijk komisch. He, van de Juice-kanalen tot VI, het is een komische wereld. Het is ook een wereld waar je ook als laten we zeggen, minder getalenteerde ook veel succes kunt hebben. Experts zeggen wel, je mag blij zijn dat je nog in Nederland zit, want in Groot-Brittannië, daar is het veel heftiger. Man, ik heb wel eens een paar avonden naar de Oostenrijkse televisie gekeken. Ook daar ook? Dat is nog stukken en stukken erg. Nou, Duitsland ook natuurlijk. Maar daar is er zo'n vreselijke, ja, daar hadden ze alsmaar operettes met van die dames met sissi-jurken aan en mannen met pruiken, dat je ook na een uurtje al denkt van, wat is dit voor verschrikkelijks. Doe toch wel af en toe een beetje aan het Derde Rijk denken, vind je niet? Wat dacht je van de Amerikaanse tv? Heb je nooit op zo'n motelkamer gezeten ergens in the middle of nowhere? En je zet de lokale tv aan, dat is echt... Ja. En ook trouwens wel eens, ik herinner mij, want je hebt dan ook lokale advertenties. Dat een hele dikke verkoper van matrassen, die sprong op zijn eigen matrassen. Dat was ook... Nou ja. Ik heb in mijn appartement wonen Spanjaarden beneden. En als je naar buiten loopt, die zitten altijd tv te kijken. Die hebben een enorme tv. Dat is schijnbaar in de Spaanse cultuur normaal. Dat zijn altijd van die series alsof ze in de jaren 90 is opgenomen nog. Waarschijnlijk is het in de jaren 90 opgenomen. Ja. Dat zou dat... Hey, Zelensky in Brussel. Ja, dat was het in Brussel eigenlijk? Ja. Was het in Brussel dat hij was? Ja. Hij komt die zaal van het Europees Parlement binnenlopen. Nou, het was duidelijk dat... massaal allemaal boven en toe geraakt, ja. Het is, ja, mensen hebben dus kennelijk toch ook een enorme behoefte aan heldendom. Een symbool is het, hè? Aan iemand die duidelijk maakt waar het werkelijk om gaat. Ten meer omdat natuurlijk die oorlog in de Oekraïne... Ik denk toch dat iedereen wel een klein beetje beseft dat ook over Europa gaat. Dat het ook over ons gaat. En dat als daarvoor dat Russische leger in 3 dagen... verpletterend had gewonnen en een ultracompetente indruk had gemaakt, dan zou natuurlijk ook de hele veiligheid van Oost-Europa deels in vragen zijn gekomen, denk ik. En ja, ik denk dat hij ook, laten we zeggen, mensen hebben altijd een enorme behoefte aan zingeving. En ik denk dat hij duidelijk maakt dat wat je verder van die Oekraïnse oorlog denken moet, dat is zingevend in de zin dat steeds duidelijk wordt dat dat ook voor de Europese veiligheid, ook op de middellange termijn, op de lange termijn, enzovoort, enzovoort, maar dat dat van wezenlijk belang is. En dat hij natuurlijk, want ja, je weet dat toen dit begon, waren zijn populariteitscijfers, die waren echt zo'n beetje sub-zero, sorry, onder nul. Nou ja, hij is natuurlijk een enorme populaire figuur geworden. Vind je niet dat hij dit wel op het sentiment speelt, inspeelt? Ik vind dat hij eerlijk gezegd als publieke spreker, om het maar even zo te zeggen, ik denk toch dat hij ook een goede... Ja, het was een acteur, dat heeft hij geleerd. Dus hij kan het goed voorlezen, dat is heel hartstikke belangrijk. Maar hij heeft ook een goede speechwriter. Hoe moet je dat nou zeggen? Tekstschrijver, ja. Toespraakschrijver. Ja, je ziet eindeloos die Engelse woorden, dat grijpt om zich heen als een soort... Ja. Hè, je hebt ook klimop, die is zo snel verwilderd dat je, als je een half uur in je tuin staat, dat je zelf er niet meer kunt bewegen, omdat die rommel zo bij je broekspijp omhoog groeit. Soms heb je het niet door, hè? Impact werd gezegd in een van de brieven. Van, wil je daar ook mee stoppen, Maarten, met impact? Dat is namelijk... Ja, daar heeft die man grote vrouw, die heeft daar groot gelijk in. Ik sta er 100% achter, maar... Het popt in je hoofd en ja, wat zoveel impact invloed? Hebben we het dan niet over dat oh my god gehad van die meisjes. Hè? Dat je ook denkt, wat is dit voor flauwekul? Maar je vindt niet dat Zelensky te veel inspeelt op van jongens, dit gaat jullie ook aan in Europa. Dat is natuurlijk wel zo. Nee, ik vind dat hij dat goed doet. Hoe meer, hoe beter. Maar je bent wel iemand die... Omdat we natuurlijk, ja, we moeten wel zorgen. Het is ook waarschijnlijk hulp op wat langere termijn. Dus je vindt het wel rationeel wat hij doet? Zeer rationeel, ja. Ik vind eigenlijk de verdediging van de Oekraïners tegen de Russische aanval vind ik een zeer rationele zaak. Ja, we hoeven toch niet moeilijk... Rusland is een gruwelijke politiestaat. Wie wil daarbij horen? Geen mens wil daarbij horen. Als je ook maar... Ook Oekraïne was in allerlei opzichten een betrekkelijk corrupt land. Maar het was geen gruwelijke politiestaat. We waren net af van die gruwelijke politiestaten. Ja. Hè? Maar er zijn ook mensen die zeggen, gaat het niet wat snel? Die tanks die hebben ze net en nu hebben ze het alweer over de F-16's die ze willen hebben. Ja, nou, maar die zijn er nog niet. Hè. Die tanks zijn er ook nog niet. Merendeel van onze luisteraars trouwens blijkt uit een polletje, vindt dat die F-16's naar Oekraïne moeten. Ah, ik zou zeggen, ik vind het hele proces zoals dat nu loopt, je moet er goed over nadenken. Je moet de risico's incalculeren. Je moet het gezamenlijk doen. Het is niet dat Nederland zegt, jongens, allemaal de pot op. Wij leveren die F-16's aan de Oekraïners. Nee, ik vind het... denk erover na. Overleg. Want je hebt al gezegd, daar hoort ook onderhoud bij. Van die spullen. Wat dacht je van die tanks? Want ja, iedereen was dolgelukkig dat ze nu... ik geloof 4 verschillende soorten tanks. Namelijk een Britse tank, de Challenger. Een Duitse tank, een Leopard 1 en 2. Daar zijn vrij grote verschillen tussen. Dan moet die Abrams tanks, die moet nog gebruikt worden. Die stelt totaal andere logistieke eisen dan die andere tanks. Dus ik vind het lijkt mij veel verstandiger om gewoon al die Europese Leopards in te zetten. Wanneer krijgen ze die tanks eigenlijk? Wanneer rollen die echt Oekraïne binnen? Nou, dat kan nog wel even duren. Ze moeten ook oefenen om die tanks goed te gebruiken. Een tank is nogal wat, en zeker ook die Leopard 2, dat is nogal wat. Ja, misschien moeten de mensen eens gaan kijken. Er staat er een in hoe heet het? In het Oorlogsmuseum in Soesterberg, weet ik veel hoe het heet. Heel interessant trouwens, leuk museum ook. En hoe ziet het transport van die tanks naar Oekraïne eruit? Gaat dat allemaal op de trein? Per trein, ja. Maar via welk land dan? Ik neem aan via Polen, maar het kan ook via Slowakije. Via Slowakije kan het ook. En dan komt het binnen ter hoogte van... Nou ja, zeg maar Liv, dat vergeten we natuurlijk ook wel eens. Een aanzienlijk deel van de huidige Oekraïne hoorde tot het Oostenrijk-Hongaarse dubbelmonarchie. Liv is Lemberg. Met 30% Joodse bevolking. Tot de laatste man uitgeroeid door de Duitsers. Maar als je dan toch Poetin bent, dan ga je toch kijken, kan ik daar iets in klooien, in dat transport daar? Nou, ik ben niet onder de indruk. Hij zal zeker vermijden dat een conflict met de NATO, dus dan... Hij kan het er pas echt lekker op gaan schieten tegen de tijd dat het in Oekraïne is. Mm. Wat vind jij het grote verschil tussen de MiG's en de F-16's? Als ik het wist, ik zou het zeggen, maar... Ik herinner mij altijd, ik weet niet of dat relevant is over bij die straaljagers, dat er de Amerikanen en de Russen samen gingen werken in de ruimte, hè, met satellieten en maar dat soort van dingen. En dat die Amerikaanse astronauten terugkwamen van hun contacten met de Russische kosmonauten, want ze hebben verschillende namen. En die zei dat die lui naar boven durven. In die, hoe heet het, in die satellieten en die raketten, oh ja. Het hangt van oude paperclips aan elkaar, het is ongelooflijk. Nou ja. Dus ik ben altijd gedachtig van, ja, zijn het wel solide spullen? Ik heb geen idee. Ik heb begrepen dat passagiersvliegtuigen van Russische makelij met een vrij aanzienlijke frequentie naar beneden donderde. Want volgens mij heeft Groot-Brittannië nu aangekondigd dat ze die F-16-piloten die uit Oekraïne komen willen gaan opleiden. Nou ja, dat is wel nodig, want je moet wel op het... Ze kunnen jou en mij er niet inzetten. Nee. Hè? 6 maanden begreep ik. Dan kunnen ze iets aan Tom Cruise vragen. De F-16 zit volgens mij 1 man eerst. 1 iemand maar? Ja, okay. Dat dacht ik wel. Oké. Okay. Ja, misschien dat fotoverkenners of zo, of dat... Die toestellen die kunnen heel gevarieerd uitgerust worden. Het kan zijn dat er een 2 zit. Maar in principe is de F-16 een betrekkelijk... Overigens een heel succesvol vliegtuig geweest. Ja, want er was zo'n man bij Nieuwsuur. De F-16 dateert, ik denk dat het eerste ontwerp al dateert ergens uit de jaren 70 of misschien. Want dat is ook wel voor de duiker ook wel een oud vliegtuig. Ja, zeker, ja. Zeker. Maar je weet, vliegtuigen gaan veel langer mee dan auto's. Ja. We hebben het over de Jumbo gehad. De eerste Jumbo was van 1969. Ja, dus dat is 31, dat is meer dan een half eeuw geleden. En ik zag zo'n interview met zo'n vlieger die in zo'n F-16 heeft gezeten. En die zegt, als ze de ervaring van de MiG's hebben, dan hebben ze een klein voordeeltje. Maar alsnog, je hebt 3 maanden ongeveer nodig om de basis te leren. En als je het echt goed wil kunnen, of onder de knie hebben, dan duurt dat sowieso een half jaar. Ik geloof het direct. Het lijkt mij, zelfs een half jaar lijkt mij voor een... Want eerst is het vliegtuig onder controle en dan moet je gaan afvuren. Is de vraag, wat ga je met die dingen doen? Is dat ook, hè? Want dan, je denkt natuurlijk bij dit soort van dingen aan dogfights, zoals dat heette in de Tweede Wereldoorlog. Hè, met die Messerschmitts en die Spitfires tegen elkaar. Hoewel er veel meer van het andere Engelse toestel waren, Hurricanes. Ja, dat is ook zo raar. Getalsverhoudingen waren heel anders dan je altijd wordt gesuggereerd. Ja, dat is nog weer wat. Nou ja, denk aan die jongensfilms met Tom Cruise. Het zijn dogfights, maar in feite is het natuurlijk een toestel wat steun aan de grondtroepen moet verlenen. In de verdediging, hè? Want dat wordt steeds onderstreept. Het is voor het gebruik van de verdediging. Kijk, ben je een beetje naïef? Nee, het is heel simpel. De hele oorlog in de Oekraïne is een verdedigingsoorlog. Aangezien het Russische leger Oekraïne massaal heeft aangevallen. Ja, dus het is allemaal verdediging. De vraag is hoe ver de verdediging moet strekken. Moet je die Russen die er zijn ook het land uit zien te jagen? Ja of nee? Nou goed, daar zal het in de komende maanden en jaren over gaan, neem ik aan. Ja. En nu, ja, nu wordt er allerlei... niemand weet eigenlijk precies wat ons nu op korte termijn te wachten staat. Je ziet allemaal van die kaartjes van de mogelijkheden van een Russische aanval. Zou dat begonnen zijn, begrepen? Waarbij dat Bakhmoet, ja, zou al begonnen zijn, ja. Maar dan zou Bakhmoet omsingeld worden. En dan zijn er natuurlijk kaartjes, daar zie je een Oekraïnse aanval. Die gaan naar Melitopol, dat ligt... ja, want dan zouden dus die Russen in hun zone doormidden gedeeld worden. Maar goed, wat het wordt, dat moeten we even afwachten. De Donbass willen ze als eerst onder controle krijgen. Het klassieke stuk dat je de tegenstander laat aanvallen. En dan tenslotte zich laat bewegen tot hij in een kwetsbare positie is. En dan ga je in de tegenaanval. Ja. Zo heeft de Sovjet-Unie in de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog de strijd tegen de Duitsers gewonnen. Denk aan Stalingrad. Ja. En je laat ze komen. En tenslotte val je Noord en Zuid. Maar... Wat toen niet zo was en nu wel zo, dat de Oekraïners zijn perfect geïnformeerd Ja, je hebt zelf toch die plaatjes gezien of die filmpjes gezien. Elk schuttersputje is te zien. Ik sprak van de week, was een debat in Maastricht op een hogeschool. En het valt mij op hoe betrokken studenten ook zijn bij dit onderwerp. En wat duidelijk het sentiment was bij veel studenten is, ze zijn echt bang voor verdere escalatie. Nou ja, daar moet steeds goed over nagedacht worden. Het lijkt mij dat de escalatiemogelijkheden van de Russen uiteindelijk vrij beperkt zijn. Dan moeten ze weer gaan mobiliseren op grote schaal natuurlijk. En dan moeten ze dat zien te integreren. Nou ja, daar hebben we het allemaal uitgebreid over gehad. Overigens kan ik nog, vorige keer hebben we dat boek Poetins Wars besproken. Er staat nu in Foreign Affairs, naar mijn idee, een voortreffelijk stuk van een mevrouw die heet Messicot. Daarin staat in grote trekken wat ook in het boek Poetins Wars staat. Zodat je in één klap, met name dat, laten we zeggen, die tweetraps redenatie, dat aan de ene kant het Russische leger een hele reeks van al lang bestaande ernstige structurele tekorten vertoont. En B, dat eigenlijk de planning niet van de generale staf was, niet van echte serieuze militairen, maar van de club rond Poetin. Die dacht dat het met in feite een politionele actie achter onderneming wel te doen viel. Met alle verschrikkelijke gevolgen van die. Omdat je natuurlijk, ja, dat leek toen heel indrukwekkend, zo'n leger van, wat was het dan initieel? Kleine 200.000 man of zo. Ja, de Oekraïne is hartstikke groot, groter dan Frankrijk, 40 miljoen inwoners al. Is het snelst, demografisch het snelst krimpende land van Europa, maar toch, het is een groot land. Je kunt met 200.000 man geen groot land bezetten. Dus ook van dat lenteoffensief verwacht jij niet veel? Je weet het niet. Misschien hebben ze een geniaal plan. Je hebt geen flauw idee. Dat Lukashenko opeens iets... Als er nou iemand is die ik het niet toevertrouw om een geniaal plan te verzinnen, dan is het wel die ongelofelijke sukkel van een Lukashenko. Jongen, wat een oen. Hij ziet er ook oenig uit, toch? Klopt, maar wat... Bij Poetin denk je nog, hij ziet er nog wel slim uit. Dus, maar er is toch iets mis in zijn bovenkamer. Ja. Maar... Ik las nu ook ergens dat het nu zoveel jaar geleden is dat die Zijlstra daar bij Poetin, waar was hij ook alweer? In dat paleis waar hij toen later zei dat hij er niet bij was geweest. Dat is nu zoveel jaar geleden. Nee, hij was in de dacha geweest. In de dacha van Poetin, dat was het. Nou, en dat was ook mannenpret, mannen onder elkaar, je weet het al. Jongen, wat een gezelligheid. En toen was hem ook al gebleken dat Poetin grootse ambities had en dat we enorm op onze hoede zouden moeten zijn. Achteraf gezien was hij er niet bij, maar had hij daarin wel gelijk natuurlijk. We hadden misschien wel meer op onze hoede moeten zijn. Ja. Ik krijg overigens veel reacties op de aflevering 1 jaar oorlog in Oekraïne. Vorige week verscheen die. Aan de hand van het boek Poetins Wars, Maarten, bespreek jij het afgelopen jaar. Mocht je die aflevering nog niet gehoord hebben, check eventjes de show notes. Die vind je hier onder de podcast. Even naar beneden scrollen en dan kun je hem nog een keer terugluisteren. En dan vind je overigens ook de link naar onze nieuwsbrief. De moeite waard om je daarop te abonneren voor als je meer wil weten over deze podcast. Ja, het gaat altijd over tieten. Ik heb laatst gelezen wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout. Dit moet op korte termijn veranderd worden, want dit is een hele onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzichten. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is tussen 1690 en 1750. Download het luisterboek via de link in de show notes. Waarom moet je je mobiele telefoon 's avonds niet op je nachtkastje laten liggen? Julian Jachtenberg legt het uit in de podcast C-Level. En die luister je nu via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.